We zijn allemaal onderweg in het verkeer. Of dat nu op de fiets, in de auto, op de scooter of op de e-bike is. Zeker wanneer het druk is, kan het een uitdaging zijn om veilig op onze bestemming te komen. Hoe gaan verkeersdeelnemers in vervoerregio Amsterdam om met de drukte? En hoe houden zij eigenlijk rekening met elkaar? Wij zijn voor jullie de straat op gegaan om dit te checken en om tips te vragen om veilig met elkaar overweg te kunnen. Hoe zou jij willen dat iedereen zich gedraagt in het verkeer? Minder asociaal, elkaar meer ruimte geven, uitwijken als het nodig is en niet te veel ruimte innemen op de weg. Ik denk dat het beste is als iedereen rekening houdt met elkaar en een beetje de ruimte geeft op de fiets. Kun je een voorbeeld geven van een positieve ervaring in het verkeer? Bijvoorbeeld als je bij haaientanden staat en een ander eigenlijk voorrang heeft en jou toch voorrang geeft, is dat wel fijn. Nou, ik krijg wel eens een glimlachje. Als je als scooterrijder als je op de rijbaan wil, dat dan auto's afstand houden en dan even voor je stoppen dat jij er langs kan. Oh ja. Hoe hou jij rekening met anderen in het verkeer? Ik kijk goed om me heen en als iemand wel iets verkeerd doet, rem ik wel gewoon. En anders bel ik even als ze iets verkeerd doen. Ik denk dat je in Amsterdam niet anders kan. Je moet wel rekening houden met anderen. Sowieso blijf ik rechts rijden en ik probeer aan te geven waar ik naartoe ga. Houd rekening met elkaar op de weg, want... Houd rekening met elkaar op de weg. Want dan hebben we allemaal ruimte genoeg en dan komt het allemaal voor elkaar.